Goedenavond, dit is PNM Actueel, met vandaag. Beeldjes gestolen van kindergraven in Meijel. Lezing Petra Stine over vrouwenemancipatie en integratie. En fanfares Beringen en Koningslust maken promsconcert. Onbekenden hebben in Meijel verschillende persoonlijke bezittingen op kindergraven gestolen. Op de begraafplaats in de Kerkstraat zijn ook goederen gestolen van tenminste één graf van een volwassene. Inwoners reageren geschokt. Ja, zo doe je toch niet, hè? Dus dan hebben ze de data al te pakken? Nog niet? Nou, ja, ik zou ook niet weten wie zoiets zou doen. Het zijn toch herinneringen aan overleden mensen? Schandelijk. Laat de doden hun rust hebben. En kom niet aan de andermans spullen. De diefstal heeft waarschijnlijk op vrijdag 23 mei plaatsgevonden. De gestolen beeldjes, zoals een stenen engeltje, stenen vogeltjes en een potje met een Grieks oog, hebben grote emotionele waarde voor de nabestaanden. De politie is op zoek naar de dader. Ja, laten we het hopen dat het een kinderstreek is, dat volwassenen wel genoeg verstand hebben om dat te laten. En kinderen kunnen er nog genoeg in gestuurd worden, denk ik. Ik weet het niet. Als zo iemand voor heeft wat je ermee moet of... Informatie over deze zaak kunt u doorgeven via 0900 8844 of via meldmisdaad anoniem. Blijf met elkaar praten en leer van elkaars verhalen. Dat is de belangrijkste boodschap die Arabiste en Bibliciste Petra Stine woensdag 4 juni in Beringen meegeeft in haar lezing Lente in de slaapkamer. De bekende spreekster gaf een lezing over de invloed van vrouwen op het vergroten van wederzijds begrip en bewustwording tussen verschillende groepen in de samenleving in Nederland en in het bijzonder in Peel en Maas. Ik heb veel ervaring met de vrouwen van de moskee in de Helden. Nou, dat zijn wel hele moedige tantes, zeker weten. En mijn moeder die komt niet zo ver hier vandaan, die komt uit Neer. En als ik naar haar levensgeschiedenis kijk, ik denk dat heel veel overlap is met de vrouwen in Peel en Maas. Ja, dan hebben die vrouwen heel wat te vertellen. Kijk, en de thema's waar ik af en toe aan geraakt heb, gezondheidszorg, onderwijs, politieke participatie, arbeidsmarkt, ook beeldvorming. En dan ineens voel ik de parallellen. Want in Nederland, de gezondheidszorg, de medicijnen, we zitten hier met een groot deel dames, de medicijnen die jullie krijgen zijn getest op mannen, niet op vrouwen. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Wanneer krijgen we de eerste vrouwelijke premier? En natuurlijk wil ik de Arabische wereld niet met Nederland vergelijken, dat kan helemaal niet, maar ik zeg, kijk ook naar de parallellen. Nou, wat ik zelf heb geleerd in de Arabische wereld is, kijk naar de diversiteit en probeer mensen in te sluiten op basis van wat ze wel nog kunnen. En zeg niet, jij bent vrouw, daarom mag je niet meedoen, jij zit in een rolstoel, daarom kun je hier niet binnen. Of jij bent moslim en daarom denken we dat jij hier niet past. Kijk naar waar mensen iets kunnen bijdragen aan de samenleving. Ik denk dat die revolutie in de Arabische wereld, waar we het vanavond over hebben gehad, de lente in de slaapkamer, die kan alleen maar als mannen en vrouwen dat samen doen. Op hun eigen manier. Vorig jaar was Petra Stine aanwezig bij het 5-jarig jubileum van de As-Salah Moskee in Panningen. Wat ik heel mooi vind om te zien van de moskee in Helden, dat het echt een groep mensen is die iets willen betekenen voor de gemeenschap. Niet alleen voor de islamitische gemeenschap in Helden, maar voor de hele gemeenschap. En dat voelde ik ook. Ik heb echt het gevoel dat die moskee een centrale plek heeft gekregen in de samenleving. Na de lezing beantwoordt Petra Stine vragen van bezoekers. Het uitgangspunt om met elkaar in dialoog te blijven, wordt ook door de bezoekers omarmd. In mijn ogen, de vrouw en de man zijn gelijk. Dus gewoon wees creatief en zet door en je komt er wel. Zij geeft aan, dat was de slotzin eigenlijk, dat je goed moet luisteren naar de mensen. Dus niet met vooroordelen, maar luisteren wat zeggen ze echt en wat bedoelen ze. En dat vond ik een heel goed uitgangspunt. Blijven praten, blijven discussiëren. De dialoog is heel belangrijk. Geniet van verschil. Mensen die anders zijn dan jij, luister eerst voordat je oordeelt.
Cold Earring, de National Band of New Zealand en Normaal. Ze stonden allemaal op het podium in de Wij van Hafmans aan de Koelberg in Helden. Van 1962 tot en met 1993 werden de parkfeesten georganiseerd. Na jarenlange afwezigheid keerde het feest weer terug. Stichting OK blaast de parkfeesten nieuw leven in. En met Stichting OK hebben wij besloten om niet meer verder te gaan met Durp Lupt Oet, Durps Gezellig en Poolspectakel. Toch merkte dat er steeds minder animo voor was en het steeds meer tijd en meer moeite kostte om daar een goed evenement van te maken. Nou ja, dan kun je maar één keer terugkomen met een goed evenement. En dan moet je de parkfeesten weer gaan organiseren. Dus we hebben de stoute schoenen aangetrokken. Dus na 20 jaar weer een nostalgie terug. De nostalgie moet worden teruggebracht met onder meer de wagen van een lokale melkboer die tijdens de parkfeesten werd gebruikt als keuken. Ook wordt het oude logo opnieuw ingezet, ooit ontworpen door Sjaak Kranen. Nou, ik was als eerste lid van de fanfare en als lid van de fanfare werd van je verwacht dat je je volledig inzet als vrijwilliger voor de parkfeesten. En ik was van beroep schilder en meesterschilder, dus ik kon goed reclame schilderen, ontwerpen en decoraties schilderen. En ik maakte dus alle vignetten. Ik heb het parkfeest vignet ontworpen. Ik maakte alle reclameborden op invalswegen naar Helden. En ik maakte in de tent de podia. Die beschilderde ik uit de hand. En die werden aangepast aan het programma van de parkfeesten. Als de Dutch Wing College Band kwam, dan schilderde ik de Dutch Wing College Band aan één kant. En dan kwam de Rebel Tats, dan schilderde ik de Rebel Tats. Dan kwam Golden Earring, dan schilderde ik de Golden Earring aan één kant. En zo werd het hele tent werd helemaal prachtig aangekleed. Maar toen moest dat allemaal uit de hand, wat nu allemaal digitaal kan. Voor deze nieuwe editie zal Kranen een nieuw decor schilderen dat aangepast wordt aan de artiesten die zullen optreden. Nou ja, we hebben sowieso een topact met Ro en Herzen. En voor de vrijdag hebben we bewust ingestoken op de jeugd. Dus er wordt een hele line-up van allemaal populaire DJ's in de trance en dance scene wordt er opgelijnd. Zodat ook zij met 2000 man tegelijk hier op vrijdagavond helemaal uit hun dak kunnen gaan. De DJ's die zullen optreden zijn DJ Piet, de Beat Brothers, DJ Terra. En waarschijnlijk komt hier nog een grote naam bij. Die durven we nog niet te noemen, maar we zitten bij een slotakkoord, om het zo te zeggen. Ook een hele grote naam. In de dishockeywereld? In de dishockeywereld, ja. Ja. Ja, dus hoe noem je ook weer, die Afri Jack, die kent hem. Ja. Dus op dat niveau. Op zondag zijn er optredens van Ben Verdelle en de fanfare uit Helden, die jarenlang de organisatie van het evenement voor haar rekening nam. Sluiting Street zal de parkfeesten op 24 augustus afsluiten. De parkfeesten van Helden werden tot ver over de gemeentegrenzen uitgedragen. Nou, en daar waren we trots op. Ik heb veel van die oude concerten meegemaakt waar ik echt heel erg van onder de indruk was. En ik ben in 1974 hier in Helden komen wonen en lid geworden van de fanfare en ja, ook automatisch in die organisatie terechtgekomen. Dat was altijd een hele leuke periode met veel gezelligheid onderling en ook ja, je zag dat de mensen genoten. Dus het was gewoon een hele mooie tijd. Als je weet dat voor dat toen, 30, 20 jaar geleden, bijna 2 weken duurde een parkfeest Helden. Dus we hebben gezegd van laten we de eerste 3 dagen en hopelijk om succes om het vervolg en dan misschien ook een beetje uitgebreider naar een week toe. Op 22, 23 en 24 augustus gaat het dus gebeuren in Helden. De voorverkoop is inmiddels van start gegaan. De koeien, die zijn er klaar voor. Voor de 51ste keer, maar dit jaar met een vernieuwde opzet. Het internationale Blaaskapelle Festival in Beringen vindt niet meer plaats in de hallen van touringcarbedrijf Gielen, maar in en rond de Wiekslaag in Beringen. Wegens financiële redenen werd besloten de duur van het festival terug te brengen naar 1,5 dag en van locatie te wijzigen. De organisatie van het festival in Beringen hoopt daarmee de toekomst van het festival veilig te stellen.
We hebben gewoon met een aantal verstandige mensen hebben wij eens bij elkaar gezeten van hoe gaan we dat nou doen. Hè? Dat 3 dagen blaasmuziek Bering is toch een klein beetje veel geworden. En dat hebben we ook de laatste jaren eigenlijk in het resultaat gemerkt. Maar vorig jaar hebben we dat 50-jarige gouden jubileum gehad. En toen hebben we gezegd van nou, hoe gaan we nou verder? Zeker ook niet om het kapot te laten gaan, maar vooral een basis te vormen om in de toekomst nog jaren vooruit te kunnen. En ik geloof dat we die aan leggen zijn. Net als in de voorgaande edities was de zaal versierd en traden er blaaskapellen op. Dit jaar onder meer blaaskapel Krajovjanka en de Breetaler uit Maasbree. De nieuwe opzet lijkt op zondagmiddag al geslaagd. We hebben gisteravond een fantastisch programma gehad met een hele mooie Zuid-Duitse kapel. We hebben stoelen aan moeten slepen. Het zat lekker helemaal vol. Mooi. Dus tot dusver is deze nieuwe opzet geslaagd? Zeker, zeker, zeker. En dat biedt goede vooruitzichten voor de toekomst. Ze zijn happy together, althans zo heet het eerste promsconcert dat de fanfares van Beringen en Koningslust samen gaan opvoeren. Het concert maakt onderdeel uit van een samenwerkingsverband tussen de twee fanfares onder de naam Dat Klinkt. De bezettingen van de fanfares wordt de laatste tijd kleiner. Het is gewoon moeilijker om de leden bij te krijgen. En om toch een mooi groot project op te zetten, zijn we samenwerking met een Koningslust gaan zoeken. Zodat we alle registers mooi bezet hebben. Zodat we mooie muziekstukken neer kunnen zetten, terwijl toch de beurs gesloten kan blijven. En dat we voor samen iets moois kunnen maken. Nou, beide verenigingen hebben zich dus in een commissie eerst bij elkaar gegooid. En wij zijn bezig geweest om in eerste instantie gewoon een samenwerkingsverband op te zetten. Wat uiteindelijk als doel heeft dit proms als eerste concert neer te zetten samen. Het samenwerkingsverband is niet direct een fusie. Wel kunnen de twee verenigingen elkaar helpen als dat nodig is. Het woord fusie pakken we ook zelfs niet in de mond. Het is ook de bedoeling dat we dadelijk na dit concert weer gewoon onze eigen gang gaan. En hebben we een concertje waar we wat hulp nodig hebben, dan staan we weer bij elkaar op stoep. Maar het is vooralsnog geen doel om te gaan fuseren, zeker niet. Binnenkort dus het eerste promsconcert. Het wordt een belevingsconcert aangevuld met zangkoor Consagro, de drumband van Koningslust en diverse soloartiesten. Eigenlijk zijn het allemaal artiesten van eigen grond. Allemaal vanuit de gemeente Pelemaas. Don Velges en Sandra Korsten, wel bekend. Ludger Scheres van de Breurkes. Peter Poel, dat is eigenlijk iemand die is vreemd. Dat is alles toon van de club. En dan hebben we nog Petra Schreursen. Die is eigenlijk van origine uit Koningslust. Maar is de wereld ingetrokken, Nederland ingetrokken. En staat in heel Nederland en zelfs daarbuiten op de buurt. Tijdens het concert worden er nummers opgevoerd van pop tot klassieke muziek. Voordat het zover is, moet er eerst worden gerepeteerd. Dat gebeurt de ene keer in Beringen en de andere keer in Koningslust. Het is, ja, het vreet ontzettend veel energie, maar het geeft ook weer zoveel energie terug. En dat is eigenlijk leuk aan dit promsconcert. Ruzie over de dirigent hoeft er niet te zijn, want Willem Lindelauf heeft beide verenigingen onder zijn hoede. Het is altijd moeilijk om twee verschillende verenigingen met elkaar te laten samenwerken. Omdat ze toch vanuit het verleden een iets andere opvatting hebben gehad. Natuurlijk ook mede door mijn voorgangers op de verschillende plaatsen. Eén vereniging die speelt iets lichter en de andere vereniging die speelt iets zwaarder, iets klassieker. En ja, je moet ergens een gouden middenweg. En dat kost best wel veel energie om ze daar precies in dezelfde lijn allemaal te laten spelen.
alles gaat heel makkelijk. Foutje maken mag. Eigenlijk heel rustig. Altijd grapjes maken. En daar, ja, dat is een beetje de samenhang van iedereen, denk ik. Twee fanfares hebben zich echt gevonden met dezelfde dirigent. Dus professionele aanpak. Het is leuk om dit te doen. Geen wrijving tussen Koningslust en Beringen? Nou, een gezonde spanning natuurlijk. Maar dat is altijd een momentje is om elkaar te kleren van Koningslust is beter. Ja, goed. Ja, dat gebeurt. Ja, maar dat mag. Op 27 en 28 juni vindt het eerste promsconcert van Eendracht maakt macht uit Koningslust en fanfare Sint-Jozef uit Beringen plaats in Doc 6 in Panningen. Als het aan de leden van beide fanfares ligt, blijft het daar niet bij. Ja, juist die samenwerking is heel belangrijk, omdat het heel moeilijk is om nieuwe leden te vinden. En als je concerten geeft, je kunt aanvullen met de muzikanten in een ander dorp. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Het samenwerkingsverband dat stopt natuurlijk niet na dit concert. Dus wij gaan wel kijken wat we in de toekomst nog voor elkaar kunnen betekenen. Dat zeker. En tot zover PNM Actueel voor deze week. Heeft u een nieuwstip voor de redactie? Mail naar redactie@peelmaas.com. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.